Waarom stoppen we hier? Wat gingen we doen? Dorst. Ja, nee, we gaan tanken. En we gaan afval lozen. Afval. Oh, en jongen. Koosmantissen brengen. Ja, koosmantissen gaan we nu brengen, hè, man. Oh, jeez, jongen. We kennen hier niet tanken, of wat? We gaan achteruit rijden, joh. En hier tanken. Verdorie. Wat is al even overnemen. Oh, kan jij praten tegen mij? Nou, was er een nieuw drichter? Net wou er iemand groene ghostmantis. En wat is het nu zelf? Ah, oh. Net wou er iemand groene ghostmantis kopen. Papa wou die groene. Ja. Ja, groene. Die wilt groene. Wij maken die groene. Groene zijn heel populair. Eigenlijk zijn die zwart, maar wij kunnen die groen maken. Ja. En als je dat wilt weten, stuur dat dan in de comments. De comments. Ja, de comments. En nu gaan we de auto tanken en we gaan afval lozen. Dus je weet hoe in je de vuilbak. Afval lozen. Nee, maar ik zal het nu wel zeggen. Je moet elke keer. Je zit niet aan het opnemen, jongen! Wat een net. Man, wat zeg je even een opnemen? Nee, net neemde die wel op. Ja, nu is ze wel aan het opnemen. Ja, hallo. We hebben net een ghostmantis verkocht. Groene, elk zijn zwart. Nu hebben we net groene verkocht. Wij kunnen die groen maken, hè? Toch, papa? Ja. En nu gaan we afval lozen in de vuilbak. Afval. En we gaan tanken. Denken aan de nachtstation. En wil je weten hoe we die groen maken, dan moet je nu heel goed luisteren. Ja, nee, we doen dat in de comments. Nee. We zetten die gewoon heel vochtig. Nee, ja. Kijk, jongen, je maakt ja. Het wel vettig, jongen. Moet die... Mijn zoon is een vettige prei. Moet die... Kijk hoe vettig. Volgetankt, want ja, het is compleet waanzin. 1,45 euro. Crazy shit. Shizzles, bizzles. Shizzle happens. En nu gaan we terug vertrekken. We zitten nu ongeveer halverwege of zo, denk ik. Nog lang. Halverwege. Maar serieus, we zitten al uur in de auto. We zitten normaal. Ja, we zitten halverwege. Ja, Nederland is kei groot, hè. Ja, de Nederlanders die maken gewoon grond. Vrij constant, hè. Dus Nederland wordt altijd maar groter en groter, spijtig genoeg. Spijtig genoeg moeten wij dan 2 uur rijden voor 2 dagen. Ja, ik bedoel, come on. Nederland was beter kleiner geweest, dan moeten we zo lang niet rijden. Ja. Maar het is kei druk. Alle Nederlanders met de caravans hier, die gaan allemaal op prijs. Nederlanders hebben allemaal caravans. En ja. Hoi. Apeldoorn, Zwolle, Oberhausen, waar de hel? Ah ja, we moeten naar richting Zwolle, Apeldoorn, Oberhausen. Zeg je nu wel dit? Als hier nog caravans, jongen, niet normaal. Allemaal caravans. Dat is keihard. Dat is keihard. Ik krijg mijn tanden niet meer open. Hoe kan dat, ja? Dat is progressie. Die had in een frigo gelegd, dat denk je wel. Man. Ja, maar denk je toch niet in een frigo gelegd, joh. En waarom is het dan zo hard? Ja, omdat dat bij de koud drinken gelegen heeft. Ik kan er nog maar amper doorbijten. Ja, wacht hè. Jouw vader gaat het checken. Voelt wel heel hard, ja. Amai, heb ik dat. Het is ook heel hard. Omdat het tijdje 5 kilometer, neem de afslag om in te voegen op de A50 richting Apeldoorn. Ja, ik moet oppassen, want ik heb al een taal stuk beter op spek. Ik heb beuker in mijn kaak op. Nu gaan we terug. Fast forward. Zet maar af. Allee, ja, zet het af, ja? Nee. Wel, jongens, het is het beste dat we de bieren zijn. Zet het af. Nee!
vrij zijn in Nederland.